De voorzitter van de commissie van rapporteurs inzake de arbeidsbemiddelingwet 2016, André Misikaba, heeft vraagtekens geplaatst bij de bemiddeling van het ministerie van Arbeid. Misikaba sprak afgelopen vrijdag tijdens de openbare commissievergadering over dit wetsontwerp. Volgens de NDP-fractieleider hebben de afgelopen jaren namelijk getoond dat er een scheve verhouding is tussen het aantal geregistreerden en het aantal geplaatsten. Minister Suharto Mustaja van Arbeid heeft eerder in het parlement aangegeven wat de mogelijke redenen voor deze verhouding zou kunnen zijn, zegt Misikaba. En men stelt onvoldoende matching, het niet voldoen aan de eisen van de werkgever. Werkzoekenden willen vaak niet in shiftverband werken of verre afstanden afleggen. De opleiding sluit vaak niet aan bij het gewenst beroep. Dat is wat ik zeg. Maar ik heb een vraag en dat is, kan het ook niet liggen aan het feit dat men vertrouwen verliest in de dienst? Omdat, nogmaals, u ziet het aantal dat zich registreert en uiteindelijk hoeveel wordt geplaatst. Kan je op een gegeven moment eens mij berekenen dat wie is met potmine en dapé om een jaar, ik word niet geplaatst. En dit tegen de achtergrond van de situatie waar we in zijn, waar we weten dat heel veel mensen werkzoekenden zijn, dan heb ik toch wel vraagtekens van de interpretatie. Dus ik vraag de minister zijn visie hierop. Commissielid Krishna Mathur gaf aan dat de rol van de overheid op de arbeidsmarkt een heel belangrijke is. Zij heeft namelijk een regulerende, controlerende en beschermende taak. Wat het ministerie van Arbeid nu vooral moet doen, is een match zoeken tussen vraag en aanbod op de markt, zegt Mathura. En zeker in een crisissituatie waar je ziet dat beperkt aanbod is aan werkgelegenheid en meer tijdelijk werk, dat je heel graag heel goed moet kijken van hoe je dat kan stimuleren, zodat mensen in het arbeidsproces blijven functioneren. Het tweede is dat de rol van de overheid is de reputatie van de bemiddelaar. Want als je met particuliere bemiddelaars gaat werken, dan is het heel belangrijk om goed na te gaan dat er geen misbruik wordt gemaakt, dat die beschermende rol die de overheid heeft blijft en dat die controlerende rol blijft. Dus die reputatie van de bemiddelaar is ontzettend belangrijk. Maar derde is ook de kwaliteit van de bemiddeling. Dat het op niveau blijft en dat de minister of het ministerie, en zeker hier is genoemd door de voorzitter, het inspectieorgaan van de overheid, dat hij eigenlijk een vinger op de pols houdt wat betreft de kwaliteit van de bemiddeling. Volgens Mathura is het echter ook belangrijk dat het ministerie er alles aan doet om werklozen wederom op te nemen in het arbeidsproces. Elke persoon die geen arbeid verricht, betekent alleen maar sociale kosten voor de overheid, zegt de parlementariër Mathura. Zij sprak afgelopen vrijdag tijdens de openbare commissievergadering over het wetsontwerp bepalingen met betrekking tot de arbeidsbemiddeling, de zogenoemde Arbeidsbemiddelingwet 2016.